Dus dat is wel leuk, deze foto's. Je ziet, oké, okay, het, het kan bijna niet echt zijn, maar het moet er wel tegen aanschurken dat je even twee keer moet kijken van, huh? Los van de hele mooie foto's en de mooie concepten elke keer, uh, ja, is het ook heel veel plezier. Welkom bij Spot On, de show waar wij van en Joy duiken in het verhaal achter de foto. We bespreken de foto van start tot finish samen met de klant. We verdiepen ons in hoe een beeld tot stand komt, het verhaal van de klant, hoe we de foto hebben gemaakt en waar de foto voor is bedoeld. Oké, okay, spot on, let's go. Welkom bij Spot On, de talkshow van Fotostudio Enjoy, waar we duiken in het verhaal achter de foto. Vandaag hebben we op bezoek... Eus Blekemolen. Precies. Eus, vertel eens wat meer over jezelf. Uh, ik ben gitarist in een band, Alice Good, waar we regelmatig fotoshoots bij jou komen maken. En dat doen we met heel veel plezier. Leuk, leuk. Nou, wij, je komt al een hele tijd bij ons. Ja. Het is uh, uh, een feestje altijd om te maken met jullie. Het is één grote gekkigheid. Ik kan heerlijk uh, de boel van eieren maken bij jullie. Dus uh, dat is, jullie lachen elkaar altijd uit. Dus dat maakt het super leuk. En... Um, uh, nou ja, we hebben, weet jij nog, de allereerste uh, shoot die we gedaan hebben? Ja, dat is. Ja, ik denk dat dat wel een jaar of twaalf geleden is, inmiddels. En dat was op een uh, autokerkhof. Uh, we hebben veel fotoshoots gemaakt, uh, waarbij als er een bandmember uh, wisselde, dan gingen we een nieuwe fotoshoot maken. Dus we hebben heel, heel wat fotoshoots bij je gemaakt. Maar de eerste fotoshoot was op een uh, autokerkhof. Ja, dat was echt een, een onvergetelijke voor mij. Ten ja. eerste, uh, ik maakte heel veel uh, shoots in de studio en ik wilde heel graag wel wat meer op locatie fotograferen. Dus dat dit voorbij kwam, dacht ik, yeah, dat gaan we doen. Dus was ah, zijn we in die studio? Nee, we gaan op locatie. Ja. Toen hadden we hier in Uithoorn inderdaad die plek uh, gevonden. Ja. En uh, nou ja, alles uh, geregeld natuurlijk en uh, wij daar naartoe. Uiteraard, het is Nederland, missen we het? Nou ja, uitstellen was uh, niet een optie, want uh, ja, uh, met vier uh, mensen die tegelijkertijd kunnen, is altijd natuurlijk al een uitdaging. Dus uh, ik had toen ook voor het eerst in mijn leven een stagiaire, Marlies. Dus die was keurig met me mee om alles te helpen te slepen en te doen. En uh, wij stonden daar met z'n allen te wachten en uh, er kwam iemand niet opdagen. Nee, klopt. We hadden één bandlid uh, die het uh, vergeten was of er tegenop zag of weet ik wel. Maar in ieder geval, die hebben we toen thuis opgehaald, uh, en meegesleept. Uh, en toen hebben we toch een hele leuke middag gehad. Ja, dat was echt, dat was echt tof was wel leuk, waarom het voor mij onvergetelijk is dat, we, dat ik Marlies bij me had. Ik ben al jaren, ik ben nu bijna, of ik ben een jaar of 23 uh, fotograaf, zeg maar. En ik doe altijd alles alleen, eigenlijk. Ik sleep mijn spullen zelf en dat is zo automatisme. Dus zij liep iedere keer achter me aan. Nee, dat kan ik voor je tillen, dat kan ik voor je tillen. Dus uh, dan stonden we in een grote plas met jullie op stepstones en de lampen erbij en alles. En uh, ja, dat was echt een echt een hele gave shoot. We hebben toen ook volgens mij de website uh, uh, gemaakt. Ja, de eerste op. website hebben we toen uh, gemaakt. En uh, ja, die knalde natuurlijk meteen uh, eruit met uh, met de foto's. Uh, dat was echt wat meer pure fotografie. Uh, we zijn, waar zijn we nog meer geweest? We zijn volgens mij op jouw werk bij een uh, loods. Ja, we zijn in Amsterdam geweest in het Westelijk uh, er waren kakaoloodsen en daar hebben we ook hele mooie foto's gemaakt inderdaad. Ja, dat was iets meer moody en ja. uh, ik weet nog inderdaad ook, ook van het fantastische weer. Maar dus, gelukkig was dat binnengedeelte. Maar ook dat we van die grote blauwe uh, deuren hadden, ja. schuifdeuren, waar jullie rennend uh, waa, uitkwamen. Ja. En uh, ja, hoe meer lawaai, hoe, uh, hoe meer uh, de boel uh, ging stralen en, uh, en de foto's uh, eraf knalden. Je hebt ook op een gegeven moment, uh, volgens mij was het voor uh, je dochter, voor school of iets voor een receptenboek. Wat was dat ook alweer? Ja, toen zijn we. Uh, wat was dat weer precies? Toen? Ja, een soort rock à la carte was dat, zeg maar. De, uh, dus het idee dat we eigenlijk uit een schaal kwamen met uh, als een soort gerecht. Uh, en de een hing aan het bord en de andere die. Uh, uh, Zaten weer op een andere positie, zeg maar? Het uh, was ook een hele leuke foto. Ja, ik ja. weet het. Uh, net wat ik zeg, eerst hadden we wat pure fotografie. Het was gewoon eigenlijk zonder plan. Uh, we gaan gewoon leuke foto's maken van de ja. band. En het moet wel uh, aangepast worden op de website. Dus als het uh, in ieder geval altijd een herderbeeld wat langer en smaller was. En dan alle, beeld, alle bandleden, ieder apart met dat wat hun doen: de ene zanger, de gitarist, uh, wat je hebt. En. Um, eigenlijk die alle carte was de eerste waar we echt een beetje een, een kriebelen mijn neus een <laughs> conceptfoto hebben gemaakt ja. dat jij inderdaad kwam ja het is voor een voor een recept gebeurd en heb Walter die die is echt de man die de dingetjes bedenkt hier wel uh, altijd uh, doen we het samen maar hij gaat dan op zoek en hij kwam inderdaad toen met, wat jij vertelde met die idee uh, dat je alsof je een Ober hebt en daar staan jullie op en daar hangt de band aan. En uh, die hadden we toen ook ingestuurd bij de NPA Awards in Engeland. En daar heeft ze toen ook nog een nominatie gehaald. Dus dat was wel heel tof, inderdaad. Ja. En uh, ja, dit keer uh, was er. Uh, de aanleiding was volgens mij weer een wissel. Ja, we hadden weer een uh, wissel. Ditmaal was het de, de zanger die. Uh, uh, Zeg maar gewisseld werd. Uh, en daar hoort natuurlijk weer een nieuwe, nieuwe fotoshoot bij. Ja. Dus, maar maak je geen zorgen, als we met deze bezetting uh, oud mogen worden, dan zullen we nog meer shoots bij je gaan maken. Oh, gelukkig gelukkig, <laughs> gelukkig. Ja, dat was. Ja, het is zo'n vast clubje, inderdaad, dat het ja. uh, altijd wel, uh, wel uh, superleuk is, inderdaad. Um, je hebt ook, want dat vergeet bijna. We hadden deze shoot, maar hiervoor was ook nog een shoot. En dat was eigenlijk een beetje voor jullie als band. Uh, dat jullie wat meer een identity kregen. Dat je uh, waar je nu in zit, dus gaven kleding zeg maar. Dat je een beetje een kaartspelachtig ideeën, daar ook je website op aangepast en de kleding. Ja. Dat jullie echt daarmee optreden en dat, uh, dat kwam er toen ook uit. Dat hebben we hebben toen in de studio nog foto's gemaakt met ook echt in die zwart-wit stijl. Met, uh, uh, de, uh, wat is het? De drummer uh, die uit het plafond kwam en dergelijke. Ja, de drummer was inderdaad omgedraaid. Uh, het was ook een mooie actiefoto inderdaad, ja. ja. Inderdaad, dat was vooral om het zwart-wit te accentueren met het logo van de band. En, uh, ja. ja, ja en dan zijn we daar Dus nu uh, kwam jij weer met een verhaal. Want jij uh, gooit en inderdaad wat uh, steekwoorden over de, over de schutting. En uh, ja. uh, nu was het... Uh, Full speed ahead en iets leuks met een vliegtuig. Ja, klopt. Dat was eigenlijk het, uh, eigenlijk het idee. Ja, en dan uh, zoek het uit.nl. Ja, zoek het uit.nl. Nou, uh, ik had inderdaad. Ja, wat moeten we ermee? Maar gelukkig hebben wij Walter. Die komt zo direct. Uh, komt hij er even op mijn plekje zitten om te vertellen hoe de foto gemaakt is? Uh, voor degene die uh, nu luisteren en niet kijken, uh, het is een uh, foto. Uh, Eigenlijk een vliegtuigvleugel, de, de motor. En daar staan jullie in. En één zit op de vleugel. De drummer staat ervoor. Een gave blauwe lucht met wolken. Een, een, een betonnen vloer. En uh, ja, echt een, uh, ja, een, iets wat je normaal niet zo snel kan maken. Want je mag niet zomaar natuurlijk in een vliegtuig gebeuren staan. Dus dat is wel leuk, deze foto's. Je ziet, oké, okay, het is... Het kan bijna niet echt zijn, maar het moet er wel tegen aanschurken... dat je even twee keer moet kijken: van... Huh? is ja. het nou echt of is het niet echt? Nou, het het is echt met de knipoog. Ja, ja. ja precies. Leefens ze met de knipoog. Ik bedoel, dat is, dat is duidelijk. Het is ook heel lastig om precies de uh, verhoudingen uh, zo te krijgen, want uh, we hebben dus dit allemaal los gefotografeerd in de studio. Walter die heeft, dat zal die straks ook over uitleggen, maar het. Het hoofdbeeld, dus hebben we eigenlijk gekocht, gezocht naar van wat past bij jullie. En uh, waar komt dan het licht vandaan? En dan heb ik zeg maar alle poppetjes, jullie dus los in de studio gefotografeerd. Uh, met, met, ja, dan moet je met strak licht werken, strakke lijnen, dat, uh, dat je echt ziet dat het licht daar vandaan komt. Het is, we hebben hier een uh, gitarist die zit op uh, het uh, uh, vleugel. En die belicht van achter inderdaad. Ja, dan hebben we ook echt wel een paar poses geprobeerd om te kijken van wat komt dan straks in het echt goed uit. Walter zit, is tijdens de shoot ook echt boven gezeten. Uh, om uh, het meteen erin te plaatsen. Telkens als ik iets gemaakt had, om te zien: van, ja, zijn we op de goede weg? Want ja, uh, ja als je zoveel werk ervan meedoet... doet en het klopt echt van geen kant, dan sla je ook weer de plank mis. Dus dat was wel uh, een hele uitdaging om te doen. Uh, voor de fotograaf onder ons, is, uh, ik gebruikte een strip Gewoon lange softboxen met een grid erin die echt heel gericht uh, licht geven. Uh, en dan natuurlijk van, van voren ingelicht. Uh, naar mij weten was dat met, uh, dat moet ik goed nadenken, pro-foto. Volgens mij de beauty disk wat ik daarvoor gebruikte, maar ook wel weer met de grid. En zo hebben we dat uh, uh, losgefotografeerd. Daarnaast hebben we nog een hele berg andere foto's gemaakt. Ook weer nog een toffe composite foto, zoals dit heet, uh, waar Walter het over gaat vertellen. En nog andere losfoto's, zodat je het eigenlijk weer heel allround kan inzetten ja. voor website. Want waar gebruik je het eigenlijk allemaal voor? Ja, social media. Ja, dus uh, Instagram, uh, Facebook en uh, in de website. En, uh, met en optredens. En, en optredens, met, ja, uh, ja. Promo's voor als we gaan optreden. Ja, hè? ja. 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 Dat is wel super tof. Naast de lol die we hebben om het te maken. Hè? Ja, want hoe, hoe beleven jullie de shoots? Ja, voor ons is ook een dagje uit. Ja, hè? Ja, ja nou, je bent natuurlijk iemand die. Uh... En, uh, een eigen invalshoek heeft en dat uh, is altijd hilarisch. <laughs> uh, en dat is met elkaar dan uh, gewoon fantastisch, dus dat is ook de, de pret die wij ook mee hebben. Dus los van de hele mooie foto's en de mooie concepten, elke keer uh, ja, is het ook heel veel plezier. Ja, ja, dat uh, nou, dat is wederzijds. Want ik, ja, ik moet vooral, Toch wel? Uh, ja, <laughs> ik moet altijd zo om lachen om de granieren in dit geval ook met de drummen die je met ad, ad, ad zeg ik goed, aard, aard. aard. Nou, die moet natuurlijk dan op commando leuk doen en drummen. En, en, nou ja, en dan lopen wij met z'n allen erachter van: gaan, gaan. Nee, het moet echt lijken, het moet echt lijken. En dan staan we naar nou, een lichtje. We filmen altijd achteraf een lichaam helemaal gevouwen van het lachen. Ja. En uh, ja, dat is, dat maakt wel de, ja, dat maakt wel het feestje compleet inderdaad. En dan uh, duurt ook de shoot altijd wat langer. Maar dat is eigenlijk alleen maar uh, des te leuker. Dus ja. Ja, supertof. Ik ga Walter eventjes erbij uh, halen. Die uh, gaat even vertellen van, um, over uh, hoe die het maakt. misschien overlapt het een beetje wat ik verteld heb. Heb ik wat uh, uh, voor zijn voeten weggemaaid. Maar uh, ja, dat is als het lijf is, hè? Zo nou. is het. Schat, kom Nee, ik hou niet nog vast, maakt niet uit. Maar, ja, ik was het mee filmen. <laughs> Altijd leuk om mee te filmen. Dus uh, ja, sorry, Eus. Ik, uh, zo, gaat goed. Ik deze even uit. Hoppakee, okay. camera uit, spot aan, Walter in beeld. Hi, Eus. Hi. Hoe gaat het? Ja, goed. Je, ja. Gaan we het niet over hebben? Nee, deze tijd. <laughs> We gaan er wel de leuke dingen. Ja. Oh, de gekke dingen. Nee, het is leuk omdat. Ik volg dat natuurlijk al een tijd vanaf de zijlijn. En, uh, en uh, ik ben er wel uh, vooral de laatste jaren bij betrokken. Ook omdat we dan elke keer een step-up hebben, zeg maar. En het is leuk om dat ook breed in te zetten. Toen social media op een gegeven moment in beeld kwam, was het natuurlijk leuk om. Uh, om dat allemaal uit te werken voor jullie en de website natuurlijk. Ja. Dus dat was een uh, toepassing uh, die heel uh, goed was. Uh, daarnaast de posters natuurlijk die, uh, die gemaakt werden. Ook maakt niet uit hoe groot, maar ze waren altijd opvallend. Ja. Uh, dus het was, de mensen spraken erover, dus dat was leuk. Dus bij deze opdracht had ik zoiets van, jeetje, hoe gaan we dat nu weer doen? Weet je wel, een vliegtuig en Full Speed Ahead. Wat gaan we dan doen? Dus ik was altijd, uh, in mijn hoofdje aan het kijken en aan het nadenken. Van, nou Wat is dan leuk? Dus dan moet je gaan kijken van een vliegtuig buiten op vliegtuig liefst op locatie. Want het liefst wil je in het echt fotograferen. Maar ja, dat gaat gewoon niet. Het is niet veilig. Het kan vaak niet. Het is niet praktisch. Uh, licht is lastig. We uh, moeten maar zo'n mooi zonnetje achter zitten. Al die elementen. Dan moet je gewoon kiezen voor een, 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 ja, een compositie. Uh, uh, foto die je gaat maken vanuit al die elementen. Dus ik heb een. Ik, ik heb voor deze uh, podcast-show uh, een soort van filmpje gemaakt, zodat je ziet vanuit uh, alle elementen waar we mee moeten werken. En ik had vooraf, vlak voor de shoot, had ik een paar leuke gevonden, waaronder deze. Dat denk van, oh ja, die is leuk. Die moet ik nou die moet ik laten zien. Dus ik ging letterlijk met deze foto van het vliegtuig naar beneden voor de shoot. Jullie hadden alles uitgestald, alle, alle kisten in de studio. En toen werd het deze kist. En toen werd het deze kist. <laughs> en toen was het echt van. Dit is hem. Zeilen de Mees. Eh uh, ja. Laten we die doen. Dus nou dat was het natuurlijk inderdaad met het goed overlegd over het licht. Vanaf welke kant, uh, waar gaan we uh, iedereen plaatsen? Uh, het gaat om de leadzanger natuurlijk. Maar ja, aan de andere kant, uh, Aart is, is, is echt vol in beeld met zijn drumstijl en het logo die daarin zit. De, de basgitarist had ik eerst op het wiel achterin, weet je nog. Dus toen dacht ik, van ja, dat is misschien ook wel een leuke plek. Maar eigenlijk is dit leuker ja. bovenin. Uh, dus uh, we hebben de basgitarist bovenop op de vleugel gezet, achter uh, vlak voor het zonnetje. Nou goed, al met al, Ingrid moest natuurlijk aan de bak met jullie in de studio om, om vier portretten te maken. En daarnaast heb ik gekeken naar het beton, naar de lucht, naar het zonnetje, naar de schaduw, naar de perspectief. Om zo goed mogelijk uh, dit te maken. Wel in het achterhoofd van, ja, nu ga ik iets heel speciaals maken. Um, niet alleen voor jullie... Wij vinden het super leuk om te maken en ook vanuit onze passie, maar ook met het oog op. Van, ja, waarschijnlijk gaan volgend jaar weer meedoen met de wedstrijden ja. en dan willen we jullie weer insturen, net zoals met het bord toen, ja. weet je wel. Dus dat speelt dan mee, dus dan ga je extra vol gas vooruit. Dus wij ook gingen vol gas vooruit. Dus dat, uh, dat was leuk uh, om um, helemaal uit te voeren. Er zit echt letterlijk een, een, nou ja, minstens een dagwerk in. Uh, als ik het helemaal sec kijk, acht, negen uur zeker. Uh, om alles schoon te snijden. Je moet bedenken dat uh, iedereen wordt gefotografeerd in deze kleine studio. Je hebt altijd je, je ruis en je rommel eromheen. Dus je moet iedereen echt letterlijk vrijstaand snijden. En dan een uh, netjes inzetten. En dan moet alles nog kloppen. In het, in het fotootje. Dus het is een heel verhaal, wat ik nu vertel. Het is een one-way street. <laughs> maar had je dit verwacht te krijgen toen je uiteindelijk toen je het resultaat zag? Uh, nou, het was boven verwachting. Hè. Je hoopt natuurlijk altijd, uh, wat je in je hoofd hebt, dat is lastig om dat onder woord te brengen, hoe, hoe je dat wil zien. Ja. Uh, en dan is het leuk dat wat je in je hoofd hebt, uh, wordt dan nog, nog beter, alleen op een heel andere manier. Uh, dus dat is heel erg leuk. Uh, ja. hè, dus ik wilde wel iets met een vliegtuig, maar ik wist niet hoe het eruit zou zien. En uh, nou goed, daar hebben jullie natuurlijk voor die ja. uh, daarmee aan de gang gaan. En ja, dan uh, daar word je wel erg blij en enthousiast van. Ja. Dus uh, ja, ik had, ik had het gehoopt, maar niet verwacht. Nee, nee nou goed te horen. Dat is elke keer zo, dus dat ja, is ook leuk. Nou ja, dat is, we doen ons uiterste best en het is, uh, het is elke keer weer, weer zoeken naar iets leuks. En, uh, en deze invalshoek was nu wel heel erg uh, leuk. Het is jammer dat het daarna een beetje jammer niet goed echt ge, uh, gepubliceerd kon worden vanwege, ja. hè, vanwege de, de, de corona. Ja. Maar uh, we zijn er heel trots op en uh, we hebben dit in Engeland er ook goed mee gedaan. Uh, de, de Variant 2 zeg maar, in het vliegtuig hebben we ook gedaan. Ja. Uh, en zoals ik het al vertelde, we hebben natuurlijk ook jullie geportretteerd met mooi licht en rook en uh, zwart-wit uh, met achtergronden. Dus we gaan een mooie map maken die, uh, die we op de website gaan zetten met uh, alle varianten. Dus van elke uh, zeg maar gast in deze show gaan we een map maken uh, op de website van, met filmpjes en foto's wat we gemaakt hebben. Dus dan uh, kunnen we dat laten zien op die manier. Want dat is niet uit te leggen in deze show allemaal, maar we hebben een mooie, mooie reeks voor jullie gemaakt. Dus, dus dat is leuk en trots om op te zijn. Maar nu is de volgende vraag: We hebben natuurlijk nu al een vast team, maar hebben we in de toekomst nog wel weer andere wensen? Wat zou jij dan voor je band nog nodig denken te hebben voor de, als het dan straks weer allemaal mag, hoe zouden we dit nog kunnen verrijken? Hoe kunnen we jou nog verder als fotograaf of ik als uh, designer creatief uh, helpen hiermee? Ja, hele goede, moeilijke vraag. Maar ja. ik denk dat het weer geboren gaat worden door gewoon weer met ideeën te komen. En dat ik weer een paar woorden over de schutting gooi. Ja. Ik heb wel wat ideeën, maar de, ja. Uh, en dan weer verder kijken. Maar ik vind het heel erg leuk. Kijk, shoots op locatie vind ik fantastisch. En dat is zeker leuk om, om ook wel weer een keer te doen. Mm -hmm. Maar ik vind dit soort conceptfoto's ook wel heel, heel erg leuk. Omdat we ook een band zijn met... Uh, waar plezier en energie vanaf moet stralen. Ja. En Met een knipoog. Uh, en met dit soort foto's bereik je dat wel. En dat was ook met het bord zo. En, en dat kan je natuurlijk op uh, verschillende manieren doen. Dus misschien wel een combinatie van, ik weet het niet. Maar ja. in ieder geval, uh, ja, dit, dit smaakt naar meer. En dan ga jij misschien zingen? Nee. nee. dat houdt op, niet op, op de nieuwe foto. Of Ja, het ja. kan best zijn dat je iets raars daarmee doet. Of ja, toch? Is dat ja, dat, dat is leuk. Of, of we maken er dan gewoon een, een, een vrouwenband van. Vrouwen mogen altijd bij, maar... Die ja. blijven, die het blijft wel alleen ja. maar mannen, hè? Ja. Nooit gedacht aan vrouwen erbij te nemen, of niet? Uh, nee, nou ja, we hebben wel eens gedacht. Uh, misschien nee. zangeres toen de zanger wegging. Maar ja. uh, we zijn heel erg blij met, met de nieuwe zanger. Dus we willen eigenlijk uh, niet meer veranderen. Nee. Nou, dat gaan we dan volhouden. Dat gaan we dan hopen. Ja. Dat gaan we dan Oké, okay, nou dan ga ik weer snel uit deze stoel. Ga ik de camera weer oppakken. Geef ik het uh, stokje weer even snel over voor het, uh, voor het outro voor, uh, voor Ingrid. Dus dan. Uh... Zo, daar zijn we weer. Ja, we horen bij elkaar. Hè? We zijn gewoon uh, twee handen op één buik, wat en ik. En eigenlijk horen we hier samen te zitten, maar het is allemaal een beetje krap met die uh, anderhalve meter afstand zo het, en zo. Ja. Dus met, gaat het gaat hier. We zitten gewoon dik twee meter van elkaar af. Uh, ik had nog één vraag. Ik was benieuwd, want um, jij doet altijd een mooie uitvergroting. Dat je nog meer, uh, dat je, of zo ik die, of zo ik die. Dat ik dacht, hoezo wil je een andere als deze? Ja, ik vond een andere ook mooi. Ja, dus, daar uh, was ik benieuwd van. Uh, dan, dat is wel leuk, want dan kunnen we verwijzen naar de website... van welke foto vond je ook echt... dat je zegt, oeh, die vond ik ook tof. Ja, dat, dat waren eigenlijk weer gewone shootfoto's. Maar de, je, je had een foto gemaakt waarbij we ook weer dat zwart-wit als band stonden. Maar het, het leek net een beetje alsof het soort asferisch was. Ik weet niet of ik het Oh ja. Ja, 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 ik had hem een beetje van bovenaf gefotografeerd dat je een, uh, een ja, beetje Ja, ik kreeg een beetje bolling waardoor de ja. zanger op de als frontman meer op de voorgrond ja, stond en, een en beetje de rest een beetje er zo gebogen omheen. En die foto vond ik ook heel erg mooi. En, ja. en dus ik dacht misschien wel een tweede vergroting. Toen zei je ja, je moet deze doen, dus toen heb ik het heb ik bij één gehouden, maar dat kan <laughs> altijd nog hè. <laughs> maar in ieder geval dat vond ik ook een hele ja. mooie foto. En dat is weer heel mooi als uh, als fotoshoot. Ja. Dus dat, uh, ja, en die ja. is ook heel goed geschikt als lange, smalle foto voor ja. op website ja. of op flyers Ja, Twitter. en soms heb je ook een foto nodig die gewoon als band is zonder poespas zeg maar. Ja. En dan zijn dat ja. de hele, hele mooie foto's. Ja. Uh, dus ik vind het altijd belangrijk dat je als band met die knipoog eruit komt. Maar ook maar mooie groepfoto's en ook uh, per uh, bandlid uh, apart, zeg maar. Ja, ja, top. Leuk, leuk. Nou... Um, we gaan afronden, dus iedereen die heel nieuwsgierig is geworden wat Walter al zei, uh, ga naar onze website www.fotostudioenjoy.nl Zeg ik het nou goed? Zeg ik het nou helemaal dwars? Nee. nee, ik zeg het helemaal goed. Daar kunnen jullie kijken en dan kunnen jullie de mooie foto's bewonderen. Er staat ook natuurlijk de link bij van de website naar de band toe, want uh, als het straks allemaal weer mag, dan, uh, dan uh, moeten jullie ze natuurlijk uh, wel even boeken. Ja. Want uh, hoe meer hun uh, kunnen knallen, hoe meer shoots kunnen gemaakt worden. Zo is het. Win-win. Win-win. Yeah. Dus, uh, en uh, hou ons weer in de gaten voor de volgende gast bij Spot On. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer.